Er stond al anderhalf jaar een hartjesboom aan de Wiegense Meerdreef. En nu is daar een kleurrijk bankje bijgekomen. Zo is dit de coronagedenkplek van Wiegen geworden. Het idee is dat mensen hier met elkaar terugdenken aan de afgelopen 2 jaar... en de impact die de coronacrisis op de samenleving heeft gehad. Het idee voor de bank kwam van gemeenteraadslid Rudy van Haren... en de Wiegense Mirella Derks maakte het ontwerp. Het is trouwens niet de enige gedenkbank in Maas in Waal. Er werd er ook één in Druten onthuld.